Hey, ik ben die gozer met die pet. En vandaag ga ik dit schilderijtje maken. Dit heb ik alvast met acryl gedaan. Ik wil wel een klein verhaaltje erbij vertellen. Ik heb acrylverf gepakt. Dit is olieverf, hè. Maar van tevoren heb ik acrylverf dus gepakt. En heb ik aan beide kanten heb ik dat zo in de acryl gedaan, dat die scherp wordt. En toen heb ik die lijnen getrokken zo. En die dunne boompjes achterin, die heb ik met de sleperskwast gedaan. Zo'n hele dunne. En de acryl kan je gewoon met water vermengen. En dan kan je gewoon heel die dunne takjes kan je maken. Acryl, klein kommetje water. Water erin, acryl, puntjes scherp maken. En als je dan vanaf de boom drukt. Ja, ik weet niet of je het kan zien. Je drukt de kwast. Ik druk hem tegen de boomstam aan. Laat maar zeggen dat dit de boomstam is. Ik druk hem tegen de boomstam en wanneer ik naar buiten ga, haal ik hem langzaam daarvan af. Dan eindigt hij in een punt zoals je met een boom ook ziet. De tak begint vanaf de boomstam altijd dik, dus te drukken we hard. En dan gaan we naar buiten heel zachtjes. En als jij van jezelf al een beetje trilt, hè, dan maak je gruwelijke mooie takken, geloof me. Oké. En ja, ik heb eigenlijk... De bovenkant van die kwast heb ik gewoon zo gedept om die soort van bosjes te krijgen. Heel simpel. Gewoon deppen. Het zou zelfs met een spons kunnen. En de rest helemaal zwart gemaakt. Goed. Laten we beginnen. Ik ga oker aan beide kanten van de grote kwast. Oker aan beide kanten. En dit doe ik hier. Kruisbewegingjes. Nog een beetje. Aan beide kanten. Geen klodders. Zo. En dan gaan we naar buiten toe. Ik heb trouwens die acryl, toen het na 20 minuutjes droog was, heb ik lijnzaadolie heel dunnetjes opgesmeerd, heel die canvas. En ik heb met een oude doek, heb ik het overtollige eraf gehaald, lijnzaadolie met de kwast. En het is echt belangrijk, ik ga het nog een keer zeggen, met een doekje het overtollige eraf halen. Er hoeft echt niet veel op. Als je te veel olie gebruikt, wordt het een soort van modderachtig. Iets. En dat wil je niet. Die verf eruit. Gewoon van de canvas af, bij wijze van spreken. Ik heb groen en rood heb ik door elkaar heen gemengd. En dan krijg je een bruine kleur. Jij kan hem naar de rood-bruin of naar de groen-bruin. Ik heb hem een beetje naar de rood heb ik hem gedaan. Aan beide kanten. En ik heb de kwast nog steeds niet schoongemaakt. Nog meer. Zie je, en je ziet die bladeren nog mooier erheen. Dan komt dat sapgroen en alizarin crimson zijn transparante kleuren. En dat wil zeggen, als jij een van die kleuren pakt en je doet hem hier op dat zwart, dan oogt het nog gewoon zwart. Zo, dan laten we het heel mooi in de oker vloeien. In de oker. En we willen eigenlijk dadelijk dit als lichtste plek hebben, want dan worden je ogen daar naartoe gelokt. Dus we maken de zijkanten wat donkerder. Oh, het is echt niet zo moeilijk als dat je denkt. Ik ken heel veel mensen die zouden het liefst willen schilderen, maar die hebben het nog nooit geprobeerd. Dan denk ik, wat hou je nou tegen, joh? Het is toch zonde dat je iets wil in het leven, maar je doet het niet. Ja, en dan zouden we eigenlijk bij onszelf te raden moeten gaan, wat houdt ons tegen? Ja, misschien heb je wel geen tijd, weet je wel, dan heb ik niks gezegd. Maar er was dus een beroemde schilder,
Vincent van Gogh heette die. En die zegt, als jij een stemmetje hoort in je hoofd, die tegen jou zegt, jij kan niet schilderen, zet dan alles op alles om te schilderen. Dan zal dat stemmetje vanzelf verdwijnen. Mooi, hè? En dat is niet alleen met schilderen, dat is met alles is dat zo. En nogmaals, als ik dit ken, ken jij dat ook. Kijk, zie je, we hebben eigenlijk niet veel gedaan en het oogt al heel mooi. Pak ik een andere, schone, droge kwast. Die doe ik in de wit. Beide kanten in de wit. En dan wil ik hier een soort lichtbron hebben. Hier komt het licht vandaan, zo tussen de bomen door. Bizar, hè? Dat je met zo'n grote kwast waar je eigenlijk je schuur mee verft, dat je dit soort simpele dingen kan maken. En ja, wat is talent, joh? Talent is iets wat je leuk vindt. En ja, je bent gemotiveerd om dat gewoon te doen op een gegeven moment. Ja, elk schilderijtje die je maakt, die wordt weer mooier als de vorige. Zo, eventjes, dat is mooi. Nu lijkt het al. Zoiets. Zo. Schone, droge kwast. En dan ga ik er zo even nog overheen. Zo. Ik vind hem goed zo. Nou. Dan gaan we in die donkere kleur. Maakt niet uit. Ik wil hier een bosje hebben. En hier. En hier. Even. Dit wil ik ook nog wat verder. Zie je, je ziet het niet, hè? Groen en rood. Dat is een van de transparante kleuren waar ik het net over had. Soms is het mooi als je een zwarte canvas hebt. Als je een zwarte canvas hebt en je doet dan een van die transparante kleuren erop en je komt daarna met wit, ja, het is gewoon prachtig wat je dan ziet. Als je hem hebt gemaakt, dan heb je zoiets van zo, heb ik dat gedaan? Je bent er gewoon misschien wel 2 uur mee bezig. Ik ga in de geel daarna. En jij zit de hele tijd met je gezicht erop. En als je er op een gegeven moment dan van wegloopt en je kijkt wat je hebt gedaan, denk je, wauw, heb ik dat gedaan? En iemand die net komt binnenlopen. Op het moment dat jij je schilderij hebt gemaakt, die gaat dat niet geloven. Jij schildert dat nooit. Een beetje rood, een beetje geel. Ja. Zoiets. Geel. Zo. Dus de toppen. Vel. Licht schijnt hierop. En als je naar beneden gaat, weer wat zachter. Zie je? Weer wat zachter beneden. Dus vel. En beneden wat zachter. Zoiets. En dan doen we het hier ook. En je kan elke kleur pakken die je wil. Hè. Die. Zo. En dan wil ik de ovale kwast. Wil ik hebben. En die doe ik in de rood en in de geel. Ik doe hem ook in de groen, dat maakt niet uit. En ik wil hem wel wat donkerder hebben. En die hoef je alleen maar zo aan beide kanten plat, dat je hem een soort van scherp maakt en daarna tikken. Kijk,
Zie je dat? Hier ook. En probeer ze niet de hele tijd, zeg maar, onder elkaar te zetten, zeg maar, een soort van, halfsteensverband. Dus bijvoorbeeld, even gek gezien, je doet er hierheen, dan moet je er hierheen maken en hierheen. Zie je dat? Zoiets. En wat je niet wil, kun je weer weghalen. Zo. Ik vind dat niet mooi. Ik vind dat niet mooi. Dus dan ben ik aan het praten. Kijk, maar je kan het zo weer weghalen. Nee. Haal het gewoon weg. En dan kom je met een donkere kleur. En dan is het weg. Zie je dat? En dan doe je het opnieuw. Het is niet zo moeilijk. En je, weet je, je kan bijna geen fouten maken ook. Want je kan steeds, ja, corrigeren. Even kijken. In de groen, in de oker, in de geel. Zoiets. Pak ik de grote kwast. En die doe ik aan beide kanten. Maak hem scherp. En dan duk ik. Ik maak hem scherp. En dan druk ik zo naar voren. En dat randje, wat je hier ziet, dat komt dadelijk daar. Dus dan. Even kijken, ja. Ik doe het gewoon. Zoiets. Zoiets. Hier ook. Zo. Oké. Wat je ook kan doen, is dan pak je wit, een beetje wit. Ook een beetje wit. En dan doe je, zie je, niet te veel, want anders verlies je het effect. En dan is het net alsof het licht hierop schijnt. Zoiets. Zo. Zo. Dan gaan we weer in die kleur. Ik wil deze. Zo iets meer. Pak ik. De laaie kwast. En die doe ik in de donkere kleur. Beide kanten en dan komt hier komt mijn pad. Niet verkeerd, maar het moet wel wat lichter, want anders zie je hem niet. Hè? Even horizontale lijnen, horizontaal. En je ziet het, hè, die bosjes. De bosjes die je niet wil, hier zo, die kan je gewoon meenemen. Kijk, ik vind deze puntje wil ik weghalen. Zie je dat? Zo simpel. Nu, wat kan ik nu doen? Misschien wil je een paar rotsen. Nou, dan pakken we een donkere kleur. Het maakt niet uit wat. En dan zeg je, hier doe ik een rotsje. En hier, het is gewoon even om het te laten zien, hè. Hier doe ik een rotje en nog een puntje zo, hup. Hier nog één. Pak ik
wit. Klein reepje. En dan is dit rots. Zoiets. Die pakken, die maakt niet uit welke kleur. Zoiets. Dat maakt niet uit. Nou, maak hem nou wel gelig. Ik vind de grijze vind ik mooier. En geel kan ook, hè? Want die reflectie vanuit het bos. Pak je de kwast. En dan dep je nog een paar keer. En dan liggen ze in het gras. Want daarnet lagen ze op het gras. In het gras. Zo. Ik zie nog wat. Ik zie nog wat. Donkere kleur. Donkere kleur. En ik zeg, hier wil ik een boom hebben. Ik had beter de grote kwast kunnen nemen. Dit kan nog wel even duren. Hier komt nog een boom. Hier komt nog ergens een boom vandaan. Hier. Dan sleperskwast. Maakt niet uit welke kleur. Ik zie hier een lichte kleur. Ik denk, pak ik die gewoon. Zoiets. Dinner in een lichte kleur. Misschien wil jij wel bruin met wit. Zoiets. Pak ik. Ja, hier zit toch al een kleurtje op. Hier zit toch al een kleurtje op. Dus beide kanten zo. En dan duwen. En dan. Hier komt toch wat, hier schijnt wat meer licht, hè? Zoiets. Oké, kan. Pak ik een waaikwast. Beide kanten vol. En dan zeg ik, hier. Wil ik een boom. Hier. En hier wil ik ook een boom. Simpel eigenlijk. Ja, de beide kanten van die waaikwast. Beide kanten vol met verf. En dan wordt die puntachtig. Nou, en dan. Ja, zou ik hem hier doen dan. Deze staat dichterbij, dus die wil ik ook wat dikker hebben. Die druk ik gewoon wat harder. Zoiets. Ja. Nog dikker, zie je? Ik hoor wel eens... Mensen, als ze dit soort schilderij zien, zeggen ze gelijk net 3D. En dan komt omdat die boom zo dichtbij staat. En je ziet ook echt die diepte. Nou goed. Ja, nog meer. Pak de mes. Ik pak wit. Klein reepje. En dan doe ik... Ja. Gewoon zachtjes... Het verf laat vanzelf los. Weet je wel, die boom die pakt wat hij nodig heeft. En de rest blijft op het mesje. Maar als je hem in één keer te plat gaat houden,
dan ben je in één keer een dikke klodder kwijt. Maar dat is eventjes kijken hoe je dat doet. En dat heb je heel snel door. Zo. En dan deze ook. Want je ziet het aan die kant. Dan heb ik hem hier en het licht schijnt van hier, dus daar moeten we ook rekening mee houden. Pakken we blauw. Pak ook een beetje wit, zodat je tot die blauw ziet. En dat blauw aan die kant, dat is reflecterend licht. En ik vind het altijd mooi. Ga ik in de zwart en dan tik ik die twee kleuren bij elkaar. Ik breng ze eigenlijk gewoon bij elkaar. Laat ze gewoon niet elkaar overlopen. Het is eigenlijk gewoon tikken. Tikken. Oh, ik zou tikken, joh. Dan lijkt het net of het boomschors is. En dan heb je eigenlijk heel weinig gedaan. Zo. Deze. Een beetje zwart. Zoiets. Ongeveer. Zo, dan pak ik weer de tinner en de sleperskwast. Gewoon lekker veel tinner. En dan gaan we die bomen gaan we takjes geven. Zo. Dus duwen en naar buiten. Duwen tegen de boomstam en zachtjes naar buiten. Duwen en zachtjes naar buiten. En hoe dunner de tak wordt, hoe minder druk je erop zet. En dat is eigenlijk logisch, hè? Zo.
Dit is, ja. Zoiets. Thuis heb je alle tijd. En ik pak die kwast waar we de gras mee hebben gedaan. En dan doe ik gewoon zo. En dan denk ik dat die klaar is. Je kan, als je wil, kan je pak je de in de tinder. En dan pak je wat een beetje een donkere kleur met een lichte kleur. En dan kan je takjes maken en stokjes en noem maar op. En dan krijg je een mooie diepte. Hier langs de kant kan ook. Misschien hier nog. Hier. En in de verte zijn ze kleine. Hier zijn ze weer wel grote. Nou ja, goed. Je kan er zoveel doen als je wil. Maar voor vandaag ga ik ermee stoppen. En ik hoop dat ik je heb gemotiveerd om ook zoiets te doen. Want het is echt niet moeilijk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi.